David. Ja? We staan hier in Assendelft. Want jij gaat een reportage maken over geluidsoverlast. Ja. Waarom? Ik heb zelf al jaren last. Al een jaartje of 6 in mijn eigen woning. U bent verbonden met de commissie Geluidshinder Schiphol. Wij vragen u een ogenblikje te wachten. Goedemiddag, commissie Geluidshinder Schiphol. Ja, goedemiddag met de jong. Wanneer houdt die kutherrie op? Ja, dat kan ik u niet zeggen. Ik weet helemaal niet waar u woont. Dus... Ik woon vlakbij het Vondelpark. Bij het Vondelpark. Nou, dan zit u waarschijnlijk nog... Meneer, ik ben het meer dan zat. Hier in Assendelft gaan ze vooral last krijgen van de nieuwe zesde baan. Die nu net wordt aangelegd deze maand. Wij vallen nu niet echt in de grote categorie zware overlast. Dat wordt anders op het moment dat die nieuwe baan in gebruik is. Dan zijn wij ongeveer het zwaarst gehinderde dorp van Nederland. Dus er staat ons iets te wachten. Tot dusver zijn we min of meer gespaard. En wij worden nu opgeofferd aan het sparen van de rest van het gebied rond Amsterdam. Wat bedoelt u met opgeofferd? Nou ja, het is de keuze geweest in de tijd. Voor een gebied wat dun bevolkt was. En daar is Assendelft voor uitgekozen. Een straatdorp met relatief weinig inwoners. Totaal niet nagedacht, is ook toegegeven door de betreffende heren en dames. Totaal niet nagedacht over de consequenties die het zou hebben voor de huizen die er staan. Omdat het een vrij oud dorp betreft. Het is een van de oudste dorpen van Noord-Holland. Veel oude Zaanse huisjes, die groene houten pandjes. Die vaak al heel lang staan. Dus een vrij weinig indrukwekkende fundering hebben. Soms staan die dingen zelfs op koeienhuiden. Zo gaat het verhaal. Ja. In plaats van op palen. Nou, die worden nu met die isolatie, want we worden allemaal geïsoleerd. Dat is een gezondheidsmaatregel. Oh, toch wel? Ja. Zo zwaar wordt het hier, hè, dat een flink deel van het dorp echt maximaal geïsoleerd wordt. Dat gewoon niet kan. Nee, wij zijn nog niet geïsoleerd. Nee, wij zijn een probleemgeval. Nee, wij zijn nog niet geïsoleerd. Hoe komt dat? Het schijnt erg moeilijk te zijn. We zijn 5 jaar bezig, maar... Bent u geïsoleerd? Nee. Nog helemaal niet? Nee. Waarom is het bij u nog niet gebeurd? Nou, er waren wat pluspunten, daar zijn we nog niet over eens. Pluspunten? Ja. Op een Noord-Hollandse stolp, het is weer heel anders dan gewoon burgerhuis. Ja, ja. Dus het is ingewikkeld om uw boerderij te isoleren? Ja. En is het daarom uitgelopen? Nee hoor. Want gewoon een burgerhuis ook, er zit ook 40-50% is pas gebeurd. Bent u geïsoleerd? Nog niet. Waarom niet? Nou, ik denk dat het in de planning zit. Ze zullen vandaag en morgen zouden ze langskomen om weer even te bekijken alles. De helft van de te isoleren huizen in dit dorp is nog niet geïsoleerd. Terwijl volgende week beginnen ze met vliegen 's nachts. Dat wordt dus nogal een probleem. Die komen inderdaad binnenkort over, ja. Dan bent u niet geïsoleerd? Nog niet, nee. Ze zijn verleden jaar in juni begonnen. En nu zijn ze nog niet klaar. Dus ze zijn 8 maanden bezig? Ja, want mijn dakgoot moeten ze nog aan verder. Daar, want dat hebben ze niet netjes gemaakt. Ja. En mijn deur, mijn buitendeur voor moet nog gedaan worden. Daar moet nog een tosstrip tussen. Dat hebben ze gedaan, maar dat is er weer af. Dus dat moeten ze ook nog doen. Dus u zit 8 maanden in een verbouwing? Ja. Nee. Bent u al geïsoleerd? Ja. Kunnen we dat zien? Oh. Nou, wat? Ja, maar jij hebt er valt niks te zien. Mag ik eens zien dan? Dat is geïsoleerd. Is dat dubbel glas of zo? Dubbel glas en het is... Wij hebben timmerd. Hier is een spul tussen gekomen. Spul? Wat voor spul zit hier? Ja, man. Wat voor spul. Nou ja, isolatiespul. Is dat dat schuine dak? Ja, het schuine. Het zijn meestal kleine huisjes, hè? Mensen slapen onder de kap, hè, onder het schuine dak. Daar komt in dit deel van het dorp 40 centimeter isolatie aan de binnenkant tegenaan. Moet je je voorstellen. Hè? Dit moet je plat praten, want anders kun je niet eens meer in je slaapkamer. Hè? Hoe gaat het naar binnen toe? Dat gaat naar binnen. Ik zou maar zeggen, het kwam eerst tot hier. Dit is er. Vanaf? Zoiets bijgekomen, ja. Heeft u dat vergoed gekregen? Die ruimte? Vergoed, nee. Nee. Nee, we krijgen alleen een vergoeding voor behang. Voor? Behang. Behang? Behang, ja. Voor op de slaapkamers. Open het toch wel graag, hè?
Waarom nieuw behang dan? Ja, we moeten opnieuw behang halen. Het wordt iets gesloopt natuurlijk. Ja, ja. Dus u heeft nieuw behang gekregen? Ja, dat heb ik alleen voor goed gekregen. Maar niet de ruimte die verloren is gegaan? Nee. Nee. Nou, ze willen het van binnen isoleren, maar dat is natuurlijk sowieso al een probleem. Want dan kan er met deuren niks kan meer dicht. Ja, en ze weten zelf niet wat ze ermee aan moeten natuurlijk. Volgens mij kunnen ze gewoon veel beter van buiten gaan isoleren. Dat is voor hun ook veel makkelijker. Maar ja, wie ben ik? Het kost meer geld, hè? Ja, dat weet ik niet. Ja. Ik bedoel, als je alles af moet timmeren van binnen, wat zal dan meer geld kosten? Is het dan van buiten duurder of is het dan van binnen duurder? Ja. We hadden afgesproken van buiten af. En dat kan ook. Buiten isoleren? Buiten isoleren, alles. Hè? Ja. En dan willen ze hier naar binnen toe. Toen heb ik gezegd, we maken er geen kippenhok van. Zet dat maar even op dat ding, maar maak er geen kippenhok van. Ik zei, dat doen die directeuren van Schiphol ook niet. Maar hoe ver was het dan doorgelopen hier? Nou, kijk, als het geïsoleerd werd? Dat hier en toe ongeveer. Dit moet geïsoleerd worden. Dat hier en toe ongeveer, denk ik. Kijk, en dit is uw bed? Ja, hier moet ik mevrouw langs lopen, een klein stukje al. Ja, maar daar gaat alles voor. Ik moet ook helemaal met een bochie, want dat wordt hier natuurlijk ook klaas, mama. Wat voor bochie? Kunt u dat voordoen? Daar. Kijk, ik zal het even voordoen. He? En hier. Kan je hoofdsteugel natuurlijk nog meer dat hier naartoe komt, dat hebben we geen zin in. We hebben al niet veel ruimte. Als je natuurlijk de slaapkamers 25 centimeter gaan isoleren, binnen zo'n stuk eraf, nou dan vinden wij dat we bijna geen slaapruimte en leefruimte meer over hebben. Dus daarom willen we het buitendaks doen, dan houden we binnen hetzelfde oppervlakte. Maar ja, dat willen ze niet betalen, dus dan betalen we het zelf. Maar waarom wil Schiphol dat niet betalen? Nou, dat weten wij ook niet. We zijn twee keer naar een hoorzitting in Hoofddorp geweest en onze argumenten bekendbaar gemaakt. Maar gaan ze niet vanuit dat buitendaks geïsoleerd gaat worden. Hoeveel gaat u dat ongeveer kosten? Nou, dat vind ik nog niet zo belangrijk om dat te zeggen. Maar zit dat in de tienduizenden of... Nou ja, het is gewoon dat zoiets. Tienduizenden guldens? Ja, nou ja, goed, dat is guldens. Ja, euro's is nu, hè. Tienduizenden euro's zelfs? Ja, dat... Daar is nu Rijkswaterstaat bij betrokken. Die hebben vervolgens weer aannemers ingehuurd om het uit te voeren. Dan krijg je bouwtekeningen thuisgestuurd die je absoluut niet kunt begrijpen als je niet iets met bouwkunde hebt zelf. Daar zit een briefje bij waar je je handtekening onder moet zetten. Feitelijk is het zo dat je dat binnen 14 dagen moet terugsturen. Anders word je uit het isolatieproject gegooid. En dan is het dus einde verhaal. Dan word je dus niet geïsoleerd. Deze ruimte is beschouwd Schiphol als bedrijfsruimte of als werkruimte. Die wordt dus niet geïsoleerd. Überhaupt niet? Nee. Als ik werk moet ik maar in de teringherrie werken. Want nou, dat geldt niet mee. Ik vind Schiphol een beetje bekrompen, laat ik het zo zeggen. Want ze hebben Assen Delft expres uitgezocht. Omdat hier... weinig mensen wonen, maar ze doen zo bekrompen met hun isolatietoestanden. Ze willen het zo beknibbelen. En dan denk ik, het kost zoveel geld. Schiphol heeft genoeg geld. En ik bedoel, doe dan ook niet moeilijk over die mensen. En ik bedoel, als je dan buitendaks wil, of doen het dan ook buitendaks. Kijk, je kan wel laten isoleren, maar je moet buiten ook leven kennen. Ja. En gaat dat nog kunnen? Ja, dat zal het. Daarvoor zeg ik, dat moeten we even afwachten, hoe dat... Ik denk dat we er een beetje ziek van zijn. Ziek? Nou, wat die al die baan open komt. Ja. We weten natuurlijk. Je moet het zo zeggen. Je hebt geen keuze. Je hebt geen keuze, hè? Je hebt geen keuze. Je moet het allemaal laten doen. Want anders heb je hier geen leven meer. Ja. Maar als er straks eens in de twee minuten een vliegtuig overkomt, wat gaat u dan doen? Naar binnen blijven. Niet meer naar buiten. Dat kunnen we niet meer zitten hier. Maar u woont toch op het platteland? Ja, dat woon ik dit. Maar ja, we zitten altijd wel wat mooi weer in buiten. Maar dat zit niet meer dan. Ik ben, ik noem me altijd zelf maar een verdwaalde Amsterdammer. Ik ben hier in de tijd heen gegaan vanwege het landelijke karakter van dit dorp. Toch vlak bij Amsterdam, maar toch buiten. De rust? De rust. Dat is natuurlijk gewoon afgelopen. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je erover nadenkt. Je hebt hier gewoon geen leven meer. Dat is duidelijk. Ik heb altijd om Schiphol heen gewoond, dus... Dat went. Dat went. Net als een tram of een trein, hè? Ja.
Is het misschien iets wat toch zal moeten gebeuren, dat we met z'n allen een beetje meer aan lawaai moeten wennen? Ja, we zullen wel moeten, hè? Want Schiphol heeft meer macht dan wij hebben. Ja, maar sowieso het leven in de stad, het leven in de hele wereld wordt lawaaier. Ik bedoel, je zult mij ook niet meer horen klagen over trams. Nee. Of auto's. Dus de volgende dingen waar we aan moeten wennen, dat is het vliegverkeer. Nee, ik denk niet dat het ooit wint als die vliegtuigen zo laag over je dak blijven vliegen. En als straks eens in de twee minuten overkomen... Dat zal niet leuk zijn. Maar dat gaat dan wel weer wennen. Nou, dat denk ik niet, hè. Waarom niet? Nou, omdat je niet meer buiten kan zitten. Soms. Ja, ja. Maar u heeft toch een huis? Ja, ik hoef er niet altijd binnen te zitten. Achter de graniums of zo. Het voelt als een ontzettende vernedering. Het voelt als een soort verkrachting. Een verkrachting, dat ja, wel. Ja, het voelt echt ontzettend vernederend. Als klote vliegtuigen, alleen maar omdat er een paar mensen op Schiphol willen overstappen. Die mensen, 40% van die miljoenen passagiers, die komen hier alleen maar even schijten in Amsterdam. En dan gaan ze weer weg. Dat accepteer ik niet. Sommige mensen zeggen ook, je moet niet zeuren, jij vliegt ook en zo, hè? Ja, ja. Nou, dat is dus complete nonsens, want... De mensen die vliegen, die hebben er niet om gevraagd dat er een vliegveld is aangelegd vlakbij een gebied waar 2 miljoen mensen wonen. Dus dat is een kutargument, een kulargument. Kut. Wat wil je gaan doen, David? Even aan de mensen die ik 2 weken geleden interviewde, even vragen hoe het er nu voor staat, nu de vliegbaan is aangelegd. Okay. Kijk, ze vliegen voorlopig alleen nog 's nachts. Ja. Dat is een soort proefvliegen. Ja. En in juli gaan ze overdag vliegen. En vanaf november gaan ze echt dag en nacht om de 2 minuten. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het nu? Ja, goed. Heeft u lawaai last of niet? Nee hoor. Valt allemaal erg mee? Nou, nog wel, ja. Ben je er weer? Of ben jullie anderen? Waar ben jullie van? We zijn weer dezelfde. Oh. Hoe bevalt het, de nieuwe vliegbaan? Nou ja, er zijn er maar een paar over gegaan. Ja? Dat hoor je binnen natuurlijk. U hoort het wel? Ja. Maar u bent toch geïsoleerd? Ja, nou, je hoort het even goed. Dat helpt niet? Nee. Nou, ze vliegen nu 's nachts, hè. Heeft u er last van? Dus ik moet de ramen dicht houden. Heeft u er last van? Ja, ik heb last van. Zolang ik getrouwd ben en het is... 52 jaar. 52 jaar, ik moest even. Heb ik nog nooit de ramen dicht gehad. En nu heb ik de ramen, moet ik hem dicht doen. De ramen. Want wat gebeurt er anders? Anders nou, ben ik wordt wakker. Ze wakker. Wie wordt wakker? Mijn vrouw wordt wakker. U niet? Ik niet, want ik slaap meteen weer. Dus u baalt? Ik baal, ja. Je hoort hem, hè? 'S nachts is het hier het station. Goeiedag. Hoe is het nu? Hoe met Schiphol? Ja? Nou, hetzelfde. Wat zegt u? Hetzelfde als de vorige keer toen je geweest bent. U heeft niet veel lawaai gehad? Nou, de ochtenduren. 1:05. En wat heeft u in de ochtenduren gemerkt? Nou, dat is hier heel laag overkwam. Werd u daar wakker van of niet? Nou, ja, eigenlijk wel, maar... Je ligt soms te trillen in je bed. Te trillen? Ja. En als het straks eens in de 2 minuten overkomt, wat gaat u dan doen? Nou ja, als het goed is worden we binnenkort geïsoleerd. Dus dan hoop ik dat het minder is. Wanneer is die isolatie klaar? Geen idee. Gert van Zon, we zijn nu een paar weken later. Hoe bevalt het, de nieuwe baan? Fantastisch. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij waren erg benauwd voor die nachtvluchten. Die blijken dus toch net niet direct boven ons huis over te komen. Dus jij zit er net buiten? Ik zit er net buiten. Dus voor mij, naar mijn gevoel, hebben die mensen die hier in het begin van het dorp wonen aanmerkelijk veel meer herrie 's nachts, en dat heb ik ook al gehoord, dan ik. Want bij ons is het eigenlijk niet veel ernstiger op dit moment als wat we al hadden. Dus het valt eigenlijk allemaal heel erg mee? Nee, het valt helemaal niet mee. Want wat is nu in vergelijking tot wat het wordt? Dat weet ik dus niet. Nou, het is erg. Het is heel erg. Want vooral in de ochtenduren van 5:30 tot 7 wordt er zeer frequent aangevlogen en afgevlogen. Ze komen dan over het Noordzeekanaal en zitten hier direct in de Dorpsstraat Assendelft-Zuid. Dit is de Dorpsstraat, hè? Ja.
Kijk, hier loopt het Noordzeekanaal. Ja. En deze baan is erbij gekomen, dat is de vijfde. Dit is de vijfde baan hier? Ja, en wij zitten in het rood, zeg maar. U zit in het rode gebied. Waar woont u? Ik woon waar dat rode speldenknopje zit. Oh ja. Daar komen ze recht overheen? Ja, we zitten in de gevarenzone, zeg maar. En dat gele, wat is dat dan? Dat zijn de geluidszones eromheen. In dat gebied... daar is ook nog veel herrie. Ja, is nog 35 KE, kosten eenheden. Kijk, en hier kan ik je de Dorpstraat weer laten zien die hier loopt. Dit is de Dorpstraat? Ja. Hij gaat in mijn achtertuin... Wat is uw huis? Dit is mijn huis. Ja, en daar is de Dorpstraat? En dit is de Dorpstraat. En wat is dat roze? Dat is de 10 tot de 5e macht individueel risicogebied, heet dat. Als hier een huis afbrandt, mag het niet meer herbouwd worden, dan moet het meteen maar weg, dan zijn ze van die nadigheid af. Zo werkt het. En wat bedoelt u daarmee? Nou, dat ze gewoon de woonhuizen hier weg willen hebben uit dit gebied. Dat kost alleen geld aan Schiphol. Dus als gauw een huis afbrandt, krijgen ze geen herbouwvergunning. Oh? Ja. Dus je huis wordt ook minder waard. Het is allemaal nadigheid. Nou, dit zijn mijn schriftjes die ik 's nachts bijhoud. Als ik wakker word, dan noteer ik de klachten. Maar wat zijn dat voor getallen dan? Dat zijn allemaal tijden dat er een vliegtuig overkomt. Mijn god. Dat is en die heb ik allemaal doorgegeven aan de commissie geluidshinder. Ja. En wat heeft dat opgeleverd? Niet. Ja, statistieken. Bent u geïsoleerd? Nee, helaas. Ik ben al 3 jaar bezig. Eerst wilden ze de helft van mijn ramen, wat nu open kan, voorgoed dicht doen. Want dan komt er geen herrie doorheen. En hoe bedoelt u voorgoed? Nou, die werden zeg maar dichte ramen werden dat in plaats van ramen die open zouden kunnen. Dus dat moest gewoon dicht blijven altijd. En daar ben ik niet mee akkoord gegaan. Het lijkt mij een nachtmerrie eigenlijk. Ja. Om dit mee te maken. Hij had wel heel veel Schiphol... dossiers en kaarten en toestanden laat hij binnen liggen. Ja. Het was wel een beetje een obsessieve... Ja, obsessieve man misschien. Obsessieve man misschien, ja. Maar je hebt zelf ook last van Schiphol, hè? Ja. Wordt het bij jou ook een soort obsessie? Nee, geen obsessie, nee. Het aantal uren dat ik ermee bezig ben per jaar ligt... Dat is beperkt, hoor. Beperkt? Ja. Hoeveel uren zijn dat dan? Nou, in totaal zal ik per jaar niet meer dan 60 uur met Schiphol bezig zijn. Nee, ik zie hier ook wel meer mensen verdwijnen. Er zijn er al een hele verdwenen. Verdwijnen? Ja, verhuizen. Ik ben bang ook dat het onleefbaar wordt hier ook. Vanwege? De herrie. Mijn huis is op dit moment niet verkoopbaar, omdat het isolatieprogramma erboven hangt. En het is nog niet duidelijk wat er met het huis precies gebeuren gaat. Of het überhaupt isoleerbaar is. Als het isoleerbaar is, dan kan ik daar beter op wachten. Wil ik het verkopen? Nou, als ik iets tegenkom, ik ben druk aan het zoeken, dan ga ik. Nou, ik denk dat je wel weg wil. Echt. Ondanks dit prachtige landgoed dat u hier heeft. Ja. Ja, Sint-Sima weer er zoiets terug te krijgen. Ja. En weet je, het beroerende is, je krijgt er nou niet meer het geld voor wat je er 10 jaar terug voor kon krijgen. Ja. Want er zijn meer mensen die zeggen, ja, maar daar ga ik niet heen met die herrie. Ze zijn nu een paar dagen 's nachts overgekomen. Hoe ervaart u dat? Ja, je wordt wakker. Ja, ik slaap ook met de ramen open. Ze kunnen gerust gaan isoleren bij mij. Ik ga niet met ramen dicht slapen, daar ben ik niet gewend. Maar wat heeft u dan nu gedaan? De ramen opengelaten, dus je wordt wakker. En dan? Een keer jagen we weer om en dan ga je maar weer slapen. He? En lukt dat? Jawel. Maar als het natuurlijk erger wordt, dat ze om de havenklap hier overheen komen, dan krijg je ruzie hier in de buurt, echt. De mensen zitten hier allemaal buiten. Nou, dan kan dat niet meer. Worden de mensen hier kwaad? Ja, de mensen zijn nu al boos. Echt boos. Ja, je wordt een beetje belazerd hier. Ja. En het isoleren hier, dat hebben ze ook met schuimrubber gedaan. Beddenmatrassen. Steek het niet in de brand, want het is net Volendam die brand. Je kunt jezelf bij me vreden. Hallo.
Dat is toch prachtig schuimrubber? Oh, wat prachtig is. Wordt hier gebracht door een beddenfabriek. Hè? Ja, schrik niet hoor. Even wachten. Ik zal het eerst in de brand steken. Dus nou heb je hier weer woorden door die... Wat zegt u? Nou heb je hier weer woorden door die isolatie. Woorden? Woorden. Woorden. Het is levensgevaarlijk, man, dit. Kom nou. Ruzie. Ja, ruzie. Gein. Nou, dat hebben ze nou hier in die huizen gedaan. Nou, dat gaat toch vrij rustig? En ja, zou ik het onder je broekspap houden? Ik kan je voelen hoe rustig het is. Het brandt vrij makkelijk, toch? Ja, dat zie je toch. Levensgevaarlijk, man. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb gelezen dat de baan tot 6 uur als nachtbaan gebruikt wordt. Van 23 uur tot 6 uur. En om 5 voor 6 is de laatste langsgekomen. Dus het is nu even rustig. Ze zijn op het verkeerde tijdstip gekomen. Ja, ze gebruiken na 6 kennelijk een andere baan. En waarom bent u nu wakker? Is dat voor ons? Nee, ik was om 4 uur al wakker. Want ik heb er weer een paar genoteerd. Een stuk of 10, 15 in deze ochtend. 5 uur 10, 5:34, 5:38, 5:45, 5:48 en 5:55. Deze hebben we dus gemist? Ja, 55. Jullie zijn na 6 gekomen. Kees, wat gebeurt er nu? Ja, er komt weer zo'n herrieschopper aan. De polderbaan is pas geopend en het begint weer nacht te worden. Vanaf 11 uur zitten we de hele nacht weer in de herrie. Meestal zijn ze veel erger. Hoe moet ik me de toekomst nou voorstellen? Gaat er dan elke 2 minuten ongeveer dit geluid? Of wordt het Nee, dat wordt erger hoor. Dat wordt erger. Dat zijn echt de stijgers en vrachtvliegtuigen, alles door elkaar. Ja. Dus eens in 1,5 minuut dit geluid, maar dan nog iets harder? Op spitsuren zeker. 1,5 minuut. Meer zit er niet tussen.